Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Verkeersschool Future Traffic, Roggeveld Fietsen, Café Dommering, Hako Scheemda, Bullies Pub en Jeroen Bos Fotografie. Oké, okay, nog die andere kant uit. Komt-ie. Let's go. Het organiseren van de kermis doen wij hier de laatste 20 jaar. Ik denk dat een goede locatie is voor de Nacht van Winschoten. Sowieso omdat wij tegenwoordig dus alles bij elkaar hebben. Horeca en kermis, één. Wij brengen publiek, de horeca brengt publiek. Als je dat samenvoegt, dan heb je dus veel publiek. Ik denk dat de mentaliteit van de bezoekers wat veranderd is. De omzetten zijn natuurlijk sowieso veranderd, die zijn naar beneden gegaan. Ja, en de Nacht van Winschoten, de eerste nachten, die waren natuurlijk veel explosiever als de nachten van nu. Alleen we hopen nu onze samenwerking met de horeca hier in Winschoten om dit driedaagse evenement een beetje tot een succes te maken. Zeker, heel erg zinnig. Zeker, ja, er zijn veel mensen en ik hoop gewoon dat het weer net zo'n feestje wordt als vorig jaar en zo. Ja, heel gezellig hier. Ik ben er elk jaar bij dus. Ja, elk jaar. Ja. Nou ja, ik kan alleen maar voor ons spreken natuurlijk. Wij zijn er helemaal klaar voor. We zijn de hele dag al bezig geweest met aardig wat weken voorbereiding. Wij zijn er klaar voor. Ja, wij ook. We zijn er al mee bezig en het gaat goed nu. Ja, we zijn bijna klaar. Knallen morgen dus. Ja, we hebben dit jaar voor het eerst natuurlijk nachten. Morgen bijna 30 graden. Zaterdag iets minder. Ik verwacht sowieso morgen, maar ook zaterdag, één grote gekhuis hier. Ja, ik ga er ook vanuit wegens temperaturen. Ja. Ik denk dat het heel warm wordt morgen. En het is best wel dastig weer. Maar ik denk dat het echt goed gaat komen morgen. En ook zaterdag. Zaterdag is meer voor de jeugd, dus ik denk dat het echt volle bak wordt. Oké, okay, nog die andere kant uit. Komt-ie. Let's go! Come on! Come on.